Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Lucky Strike Bowling. In deze uitzending van Noord-Holland Sport zijn we op Sportpark De Hoge Bomen in Naaldwijk. We zien de teams van Westlandia en het Haarlemse Edo het veld betreden voor de nacompetitiewedstrijd. Edo heeft aan een gelijkspel genoeg om zich te plaatsen voor de halve finales. En dan uitzicht te houden op een plek in de topklasse. Westlandia moet winnen. Dit is de 16e minuut van de wedstrijd als De Jel de linksback doorbreekt. En de bal in de korte hoek schiet, maar Heemskerk keert zijn inzet. Danny De Jel, hij speelt volgend seizoen voor Katwijk. Goeie redding van Heemskerk, oud-doelman van onder meer ADO 20 en HFC Haarlem. Veel publiek op de hoge bomen. En die zien Edo een uitstekende wedstrijd spelen met een aardig schot van Ron Rozenhart. Hij dwingt Edgar Leerdam tot de redding. Van den Berg. Met de voorzet en Leerdam tikt die bal dan weg voordat spits Fabian Willemsen gevaarlijk kan worden. De thuisploeg dan weer, Westlandia. Met de actie van Mitchell de Bas. De pas richting Olsthoorn, de topscorer. En die zet de bal dan voor, maar Wim van Zalingen tikt die bal dan net uit de doelmond. Olsthoorn goed voor 15 doelpunten in de hoofdklasse. In de laatste minuut van de eerste helft. Vrije trap. En die wordt goed gekopt door Anwar Beltstro. Dat scheelt niet veel. Of Westlandia had met een 1-0 voorsprong de kleedkamer opgezocht. Maar het blijft 0-0 halverwege. En dat is voldoende voor het Haarlemse Edo. Dat tweede werd in de reguliere competitie. Westlandia derde. Beide ploegen wonnen met 3-1 van de Zouaven. Maar door die hogere eindrangschikking heeft Edo aan een gelijkspel voldoende. Schot van Van den Berg in de tweede helft gaat hoog over. Edip Biberoglu, de rechtsbuiten met de voorzet. En goed geanticipeerd door Edgar Leerdam. Westlandia verloor de uitwedstrijd in de competitie met 2-0 van Edo. In Naaldwijk werd het 1-1. Nu een goede kans en een dito redding van Kenny Heemskerk. Prima actie van Olsthoorn. In de omschakeling goed geschoten. Westlandia moet natuurlijk ook wat. Heeft niet genoeg aan 0-0. Mitchell de Bas met de voorzet en de kopbal van Spruit. Bij de eerste paal was een goede kans zeg voor de 19-jarige speler van Westlandia. Maar veel kansen geeft Edo niet weg. Het speelt geconcentreerd. Combineert ook bij tijd te welen makkelijk. Jeffrey van den Berg even het shirt vastgepakt en dat is net voldoende. De botsing met Leerdam is daar, maar Leerdam kan gelukkig verder. Van den Berg werd wel degelijk even bij het shirt gepakt. Inmiddels zitten we in het laatste kwartier van de wedstrijd. De tijd gaat toch dringen voor Westlandia. Afstandsschot, best aardige poging van Nick van Vliet. Maar nog altijd geen scoren. En Willem de Beste, de trainer-coach van Westlandia, weet dat het een lastig verhaal aan het worden is. Hoekschop van den Berg. Op het hoofd van Willemsen legt de bal terug. En daar is de score voor Dennis Dinkgreven. En Edo aan de leiding. En dat kun je niet onverdiend noemen. Voorbereidend werk van Willemsen. En Dinkgreven staat op een metertje van de doellijn. En tikt hem langs keeper Leerdam. En dit mag niet meer misgaan voor Edo. Pijp lijkt ook een beetje leeg bij de Naaldwijkers. Edo kan gemakkelijker combineren in de laatste 10 minuten. Rozenhart wil die bal wel hebben. Staat er helemaal vrij op de rand 16. En gaat dan over de knie bij Nick van Vliet. En dat is een penalty. Juist de beslissing van scheidsrechter Steeg. Die de centrale verdediger ook nog een gele kaart geeft. Jeffrey van den Berg heeft de bal opgepakt. En kan de wedstrijd definitief beslissen. En dat doet hij in de 82e minuut. Edo wint met 2-0 van Westlandia. En is terecht door naar de halve finale van de nacompetitie. Ik denk dat we als team gewoon heel goed stonden. En goed anticiperen op hun lange bal. Want we wisten dat ze zo spelen. Ze hebben een sterke grote spits. Compliment aan het hele team en de verdediging. We hebben uitstekend gespeeld.
Je scoort vaak, vandaag niet, maar de eerste kan je toch wel voor de helft op jouw naam schrijven? Ja, de corner en de kopbal, dat was lekker, ja. En ja, hij bleef ergens op de doellijn bleef stuiteren, maar het is Dennis gegund, dus geen probleem. Ja. Hoe nu verder? Er zijn nog maximaal 3 wedstrijden voor Edo. Hoe schat je de kansen in? We spelen eerst thuis tegen Haaglandia. Ja, afwachten. Ik weet niet zo heel veel van Haaglandia. Ik ken de trainer, Edwin Groenholz. Zelf een benaderd voetballer geweest natuurlijk. Dus ik verwacht een ploeg dat wil voetballen, technisch, individueel sterk is. En voor de rest ga ik wat informatie inwinnen bij mijn collega's. We hebben niks te verliezen. We zijn een mooie club, maar we moeten niks. We willen graag. En ik denk dat we vanuit die positie gewoon hard moeten werken. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Lucky Strike Bowling.